Twee overvallen slaan toe bij deze supermarkt op Rotterdam-Zuid. Het is vroeg in de ochtend, ze zijn op de fiets en ze staan op beeld. Doelwit van de overvallers is deze Plus-supermarkt aan de Scheren in Rotterdam-Zuid. Het was op 22 december, zo'n woensdagochtend, 7:10 ochtends, toen dus twee mannen deze supermarkt binnenkwamen en hem overvielen. Nou, een van de mannen had een mes, een van de mannen had een vuurwapen. Met die wapens dwongen ze de medewerkers van de supermarkt om een gangetje door te gaan en naar een kluisruimte te gaan. Nou, daar hebben ze geld uit de kluis gehaald en daarmee zijn ze er vandoor gegaan. Ze doen het geld in een schoudertas en vertrekken op de fiets. Verdachte 1 rijdt op een oma-fiets en draagt tijdens de overval oranje handschoenen. Verdachte 2 rijdt op een sportieve fiets of mountainbike en draagt witte handschoenen. Nou, we hebben vrij goede beelden van deze overval, dus we hopen natuurlijk gewoon dat er iemand is thuis die deze beelden ziet en die de mannen herkent. Zeker in combinatie met de manier waarop ze bewegen of de fietsen waar ze op waren. Heb je informatie over deze overval? Bel 0800 6070 of met Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.